U kijkt naar Gerrie-Jan van der Brink en naar zijn beste tijden, maar niet naar de mededeling dat hij vandaag jarig is. Deze man uit Hattem, 19 jaar is hij geworden. En hij debuteert op een wereldkampioenschap. Doet dat in de openingsrit van de 500 meter, althans zijn openingsrit, tegen een landgenoot. Dat moet dan toch een beetje vertrouwd idee geven. Want zijn tegenstander heet Menno Boelsma. 10 jaar ouder dan Gerrie-Jan. En Menno heeft zich via goede prestaties toch weer in die kernploeg gereden dit jaar, waar hij aanvankelijk niet in was opgenomen, van de Brink wel. Boelsma opent onder de 10, dat is goed, 9,91. En dat is zeker een goede opening van Menno, omdat de omstandigheden wat betreft het ijs gewoon steeds zwaarder worden. Zojuist bij de dames zagen we glad ijs met veel water erop. Maar nu hechten die regendruppels die vallen aan het ijs, dus het wordt een soort van schuurpapier. En als je dan nog 9,91 over de eerste 100 meter realiseert, is dat goed. Maar ja, wat dan in die resterende 400 meter? Want die horen er ook bij. En dan zie je dat dat toch weer te veel kracht kost. Want 39,42 voor Boelsma is niet een tijd die correspondeert met die openingstijd over de 100 meter. 39,90 voor de jarige Gerrie-Jan van der Brink. En ook dat zijn tijden, ja, helaas, we moeten het constateren, die de Nederlanders niet hoog in het klassement zullen brengen. De uitslag van de 500 meter. Oei, Jens Maai slaat een fantastisch gat ten opzichte van Igor Zielesowski en alle andere concurrenten. Kijk maar, 37-16 tegen 37-85. Satoru Koroiwa, de eerste Japanner, op een mooie derde plaats. Dan Kiteba, vierde. Miyabe, alweer een Japanner, op de vijfde plaats. Dan pas Dan Jensen. André Bachtelov op de zevende plaats. Ari Loef doet er nog wel redelijk mee met een achtste positie op die eerste 500 meter. En de overige Nederlanders, ja, die doen in het klassement van de 500 meter niet echt mee. Menno Boelsma 20ste, Tjerk Terpstra 21ste en de jarige Gerrie-Jan van der Brink was nog niet jarig, want hij eindigt op de 26ste plaats van 31 deelnemers. Het was slecht tijdens die 500 meter, maar het werd daarna nog veel slechter. Een geweldige sneeuwjacht barstte los, aangewakkerd door een bijkans stormachtige wind, zodat schaatsen absoluut onmogelijk werd. De organisatoren hebben dan ook besloten om voorlopig de 1000 meter niet te laten verrijden onder deze barre omstandigheden. Ze hebben het programma verdaagd tot vooralsnog 7:30 vanavond in de hoop dat het dan beter weer zal worden. Misschien dus vanavond nog een vervolg op de eerste dag van het WK-sprint. Voorlopig moet het dit zijn.